Goedemorgen allemaal, welkom bij het webinar over luchtfoto's ontsluiten in ArcGIS. Mijn naam is Niels van der Vaart. Ik wil graag beginnen met het voorstellen van mezelf. Ik ben Niels van der Vaart en ik werk zo'n 5 jaar bij ESRI in Nederland. En mijn functie is productconsultant. Dat houdt in dat ik vaak bezig ben met het presenteren over de producten die wij voeren. En daarbij heb ik een focus op 3D en imagery. In dit webinar gaan we verder kijken naar luchtfotografie. En wat luchtfotografie een heel waardevolle bron maakt voor uw geografische informatievoorziening, is dat het heel erg veel detail biedt. Op dit plaatje heb ik de luchtfoto van gemeente Rotterdam gelegd op de topografische basiskaart. En dan is het direct evident dat de luchtfoto heel erg veel detail biedt. Stel dat u in het veld moet zijn om een lantaarnpaal te inspecteren of een ander object, dan is het op de luchtfoto heel erg eenvoudig navigeren. En vanaf kantoor biedt het een heel erg goed beeld van hoe de werkelijkheid er buiten uitziet. Ook omdat de luchtfoto de wereld op een manier vastlegt zoals wij deze ook met onze ogen waarnemen. Ik wil beginnen, voordat we echt verder gaan met luchtfoto's, ontsluiten in ArcGIS, met wat trends benoemen. En wat ik om me heen zie als ik het met organisaties heb over luchtfoto's. En een van de trends die ik zie, is eigenlijk dat het steeds meer beschikbaar is. En er zijn steeds meer beelden beschikbaar die voor heel Nederland vrij te verkrijgen zijn op een iets minder hoge resolutie of anders commercieel op een hoge resolutie. En dat betekent dat er eigenlijk geen plek is waar echt ingewonden moet gaan worden, omdat er helemaal niks is. Dus er is heel erg veel beschikbaar. En als we kijken naar de beelden die beschikbaar zijn, dan zien we ook dat deze eigenlijk steeds hogere resolutie hebben. En hier zien we een beeld van stationsgebied Rotterdam, waar wij momenteel zitten in het Groothandelsgebouw. En als we daar inzoomen, dan zie je dat elke persoon die daar loopt is goed waar te nemen. Dus de beelden hebben een hele hoge resolutie en bieden een heel gedetailleerd beeld van hoe het er in werkelijkheid uitziet. Een andere trend die ik om me heen zie is dat er steeds meer verschillende bronnen zijn. Traditioneel zijn vliegtuigen een middel waarmee luchtfoto's ingenomen worden. Uit een vliegtuig foto's te maken of met een camera die onder een vliegtuig hangt. Maar wat we ook zien is dat satellietbeelden de resolutie van luchtfoto's benaderen langzamerhand. En ook als zodanig gebruikt worden. Met name in gebieden waar niet zo gemakkelijk gevlogen kan worden. Of wanneer er een hoge herhalingsfrequentie gewenst is. Daarnaast zien we ook veel ontwikkelingen op het gebied van drones, die het mogelijk maken om op een laagdrempelige manier beelden in te winnen van een gebied wat heel erg snel kan en ook met een hoge herhaalfrequentie, zonder dat er heel erg veel middelen voor nodig zijn. Hoewel er wel nog wat wettelijke beperkingen zijn, maar het ziet er naar uit dat dat ook gemakkelijker wordt. Deze sensoren leveren ook steeds meer data. Dus het volume van data wat op organisaties afkomt als het gaat om beeldmateriaal en luchtfoto specifiek, dat wordt steeds groter. En dat maakt het ook wel lastig, omdat de uitdaging om dit op een gemakkelijk te gebruiken manier te ontsluiten, die wordt groter, omdat het gaat gewoon om steeds meer data en de verwerkingstijd wordt daarmee ook langer. ArcGIS is een platform voor het werken met geoinformatie. En luchtfoto's het werken met luchtfoto's wordt hierin ook volledig ondersteund. En luchtfoto's komen hier op verschillende plekken in terug. Denk bijvoorbeeld aan de luchtfoto van Cyclomedia, de 50 centimeter foto. Die bieden wij aan als content. Dus dat is online content die voor elke gebruiker van ArcGIS beschikbaar is en vrij te gebruiken. Daarnaast kunt u ook met uw eigen server of in de online omgeving zelf luchtfoto's aanbieden om het contentaanbod van ESRI te verrijken.
En de luchtfoto's die aan de onderkant van het diagram aangeboden worden, die zijn vervolgens te gebruiken overal, altijd en op elk device, voor iedereen die zich kenbaar kan maken binnen de organisatie. En omdat de geografische informatievoorziening op deze manier is ingevuld, stelt het u in staat om luchtfoto's te ontsluiten binnen de hele organisatie en eventueel zelfs daarbuiten. Dus alle luchtfoto's die beschikbaar zijn gemaakt in uw server en in uw portaal kunnen gebruikt worden door de GIS professionals. De GIS professionals kunnen het ook updaten. Die voeden zeg maar de informatievoorziening. En daarnaast kunnen ze gebruikt worden door mobiele werkers, burgers en zelfs voor integratie met andere systemen. Maar ik zei al, de luchtfoto's zijn vaak heel veel data. Hoe gaat dit nou in zijn werk om deze te ontsluiten? We hebben daarvan veel vragen gekregen. Bijvoorbeeld vorig jaar, eind vorig jaar, hebben we gezeten met waterschap Drentse Overijsselse Delta. Die krijgt luchtfoto's van landelijke voorziening en ziet toch best een uitdaging in het ontsluiten van deze luchtfoto's. En dat is voor ons aanleiding geweest om eens de ervaringen die we hebben vanuit het delen van content bijvoorbeeld op papier te zetten en een stappenplan te bieden, waarmee in 3 stappen van levering naar live de luchtfoto ontsloten kan worden. Ik zou graag 3 stappen even doorlopen. Vaak wordt luchtfoto's ontsloten in GeoTIFF. En GeoTIFF is een heel erg groot bestand. Als we het vergelijken met ECW bijvoorbeeld, dan is een ECW vaak al snel 10 keer kleiner dan een ongecomprimeerde GeoTIFF. ECW heeft daar integen vaak de eigenschap dat met name als het net iets oudere bestandsformaten zijn, dat er bijvoorbeeld geen transparantie ondersteund wordt, of dat er witranden zitten aan de randen van de luchtfoto. En als de luchtfoto gecombineerd wordt met luchtfoto's uit de ESRI-content bijvoorbeeld, van Cyclomedia, dan zijn deze witte randen die zijn, niet prettig om te hebben. Daarom adviseren wij om de ongecomprimeerde data te comprimeren naar compressed GeoTIFF, wat ongeveer even groot wordt als de ECW's. En qua kwaliteit er ongeveer hetzelfde uitziet. Dan is de data beschikbaar in een handzaam formaat, wat tevens ook een open formaat is en niet gesloten, waar geen licenties extra voor nodig zijn. Vervolgens is het altijd goed om even te checken of de projectie juist is ingesteld, omdat luchtfoto's zo nu en dan worden uitgeleverd met een custom projectie. En dan is het wel RD bijvoorbeeld, maar dan wordt het niet als zodanig door de software herkend. Nou, als de data klaar is om te ontsluiten, dan is de volgende stap om deze toe te voegen aan een mosaïek dataset. Dus de luchtfoto's worden niet bijvoorbeeld in een database gestopt of iets dergelijks, maar die blijven gewoon in een mapje staan. En dan wordt een mosaïek dataset aangemaakt die verwijst naar al deze luchtfoto's, zodat er 1 bestand is die je kan inladen in GIS, waarmee meteen alle foto's te bekijken zijn. Op deze mosaïek dataset kunnen vervolgens overviews berekend worden. Dat is vergelijkbaar met piramides op een raster dataset, zodat die op alle niveaus heel vlot tekent. De volgende stap is om van de luchtfoto een taalcache aan te maken. En dit is met name wanneer luchtfoto's bijvoorbeeld 1 keer per jaar geleverd worden. Dan is het een eenmalige levering en dan verandert er daarna niet veel meer aan de luchtfoto. Dan is het zeker aan te raden om deze als een cached service aan te bieden. Omdat de plaatjes dan 1 keer aangemaakt worden en de load op de server minimaal is. En ook de performance het hoogst haalbaar. Dus de volgende stap is om een taalcache aan te maken. En hiervoor is geen server software nodig. Dit kan gewoon met ArcGIS voor desktop. En dit kan ook met meerdere cores tegelijk. Dus bij het aanmaken van de cache kan in de tool ingesteld worden dat meerdere cores gebruikt worden.
Ten slotte kunnen deze tiles geëxporteerd worden naar een taalpackage en die kan ontsloten worden in ArcGIS Online. Dus je kunt het uploaden en dan op die manier aanbieden of in uw eigen infrastructuur als u ArcGIS voor server beschikbaar heeft. En zeker voor iets kleinere gebieden is het ontsluiten in ArcGIS Online een heel voordelige optie, omdat het aantal credits wat daarvoor gebruikt wordt heel gering is, omdat het opslaan van taals een voordelige opslag is. Dus mocht u kijken naar het gaan ontsluiten van uw luchtfoto's, is het zeker de moeite waard om het ook even te checken. Omdat veel organisaties hebben zat credits om huis om zonder extra kosten de luchtfoto's te ontsluiten in ArcGIS Online. Ik noemde net al waterschap Drentse Overijsse Delta. En ik wil de case die wij daarvoor hebben uitgewerkt eens gebruiken om hetgeen wat ik net noemde wat tastbaarder te maken. Dus om de omvang van de luchtfoto tegen de doorlooptijd uit te zetten. En u zo een beeld te geven van wat betekent dat nou voor mijn situatie. En waterschap Drentse Overijsse Delta die was aan het kijken naar het ontsluiten van de luchtfoto's. En laden elk jaar de luchtfoto's in een database om deze vervolgens als dynamische service te ontsluiten. En één, dat duurde heel erg lang met het processen, omdat het laden van die luchtfoto's in een database, dat is niet zo eenvoudig. En daar gaat veel tijd in zitten. En twee, het performde niet heel snel, omdat elke keer als een request kwam, werd er een nieuw plaatje gemaakt. En op basis van onze best practice zijn we samen aan de slag gegaan om dit opnieuw in te richten. De vraag die het waterschap had is, wat is nou de aanbevolen manier om de luchtfoto te ontsluiten in ArcGIS, zodat deze gebruikt kan worden in onder andere GeoWeb, maar ook in ArcGIS voor desktop, ArcGIS Online en de mobiele apps. Het doel daarbij was om deze snel te kunnen ontsluiten zonder veel gedoe of een hele lange doorlooptijd in het proces. Omdat wanneer de luchtfoto beschikbaar komt, is het ook snel, is het ook fijn als die snel beschikbaar is. De brondata ging om 98 gigabyte aan ECW-bestanden of 855 gigabyte aan geotis die niet gecomprimeerd zijn. En daarbij was het zo dat de ECW-formaat kon Waterschap Drentse Overijsse Delta niet ontsluiten zonder daarvoor aanvullende licenties aan te schaffen. Want er was geen licentie voor ECW-licentie voor ArcGIS Server of Apollo beschikbaar. Nou, daarmee, met deze informatie zijn we het proces ingegaan en ik ga door de stappen van wat hebben we gedaan. Dus er was de ECW, die had een hele hoge compressie, maar ook witranden in plaats van een transparante rand. En de GeoTIFF heeft veel opslag nodig, wat ook duur was op de server. Dus wat het advies was, is om GeoTIFFs aan te maken. En niet op basis van de ECW's, maar op basis van de ongecomprimeerde GeoTIFFs. Omdat het omzetten gaat dan net zo snel, maar de transparantie aan de randen wordt dan wel behouden. En dat hebben we gedaan met de tool Raster to Other Format. Het resultaat hiervan is gecomprimeerde geotiffs die 94 gig zijn, dus ongeveer even als de ECW. Daarbij zijn geen piramides aangemaakt en is gekozen voor de JPEG YCBCR compressie met 90% behoud van kwaliteit. Het ging om een kleine 3000 bestanden en met 4 ArcMap sessies was dit in minder dan 9 uur klaar. En het was dan van een externe schijf schrijven naar de lokale schijf. Maar dit kan natuurlijk geoptimaliseerd worden. Maar waar het op neerkomt is als je dit aan het eind van de dag aanzet, is de volgende ochtend zijn al je bestanden netjes gecomprimeerd. Volgende stap was dan om een mozaïek dataset aan te maken. En wat je dan doet is dan kies je een file geodatabase. En daarop maak je een nieuwe mozaïek dataset aan
En daaraan voeg je de rasters toe. En dat betekent niet dat de rasters in de database geladen worden, maar alleen dat er een referentie gemaakt wordt naar de rasters. En dit is in een paar minuten klaar. En vervolgens kunnen de overviews gemaakt worden op deze Mosaic dataset. Wat ongeveer 20 gig aan extra data opleverde. En een doorlooptijd had van ongeveer 6 uur. De volgende stap is om de tilecache aan te maken. En dat kan met de Manage Tilecache tool. De Mosaic dataset is hier de input. En de cache settings die kunnen ingeladen worden van een tiling scheme bestand. Bijvoorbeeld van het Geonovum tiling scheme. Wat we dan deden is de schaalniveaus 0 tot en met 15 cachen. Dat is tot 1 tot 375. En dat deden we omdat de resolutie van de luchtfoto was 10 cm per pixel. En dat komt neer op een rasterresolutie van 1 op 378. Dus dat ligt nagenoeg gelijk. We kozen daarvoor het mixed format, omdat dan de transparantie aan de randen blijft bestaan. En JPEG wordt gebruikt in het midden van de foto, zodat de plaatjes klein zijn en goed performen. En de kwaliteit van de compressie hierbij werd ingesteld op 90%. Om het cache snel te laten verlopen, is de Parallel Processing Factor ingesteld. En dit kan in de Environment Settings. En daarmee kan bepaald worden hoeveel cores er gebruikt mogen worden voor het aanmaken van de cache. Dus dat is met ArcGIS voor desktop standaard. Dat duurde ongeveer 3,5 uur. De brondata was GeoTIFF plus overviews was ongeveer 116 gigabyte. En de omvang van de cache is 76 gig. En dit is eigenlijk alle data die uiteindelijk op de server terecht hoeft te komen. Omdat de brondata die kan gewoon gearchiveerd worden op een harde schijf. Maar die hoeft niet op de server te staan. Vervolgens is daar een taalpackage van gemaakt. Met de tool Export Tiles. En deze is geüpload naar ArcGIS Online. En het was een redelijk groot, het grensoverijdse delta is een vuurschap met een redelijk groot gebied. Dus het duurde even om die 80 gig te uploaden. Maar s'avonds aangezet en 's ochtends was hij klaar. En toen was de luchtfoto beschikbaar in ArcGIS Online. Waar die vervolgens de taals gepubliceerd kunnen worden als een service. En die 80 gig taal service die gebruikte 1152 credits per jaar. En die waren in dit geval ook al meegeleverd met de software. Wat mooi is aan dit proces, is dat het allemaal gebruik maakt van geoprocessing tools. En dat betekent dat het ook volledig te automatiseren is door de tools in Model Builder aan elkaar te knopen. Het is dus mogelijk om alle stappen aan elkaar te zetten en dan één keer een druk op de knop te geven en uiteindelijk kant-en-klare taals beschikbaar te hebben. En de doorlooptijd is maximaal een aantal dagen afhankelijk van de hardware. De componenten die hiervoor gebruikt zijn ArcGIS voor desktop standaard en ArcGIS Online voor het publiceren van de cache service. Maar als u ArcGIS voor server in huis heeft, dan kunt u deze natuurlijk ook op uw ArcGIS voor server zetten. En wat dan kan, nog meer ten opzichte van ArcGIS Online, is dat het ook mogelijk is om in te stellen dat er dieper ingezoomd kan worden dan niveau 1 op 375, terwijl de taals wel tot dit niveau zijn aangemaakt. Want het heeft niet veel zin om een niveau dieper te cachen, omdat dit niveau is al 1 pixel per pixel in de cache. Dus anders wordt het alleen maar inzoomen op plaatjes. Dus wat we dan aanraden is om op de server in te stellen dat er dieper ingezoomd mag worden dan niveau 15. En dan kunt u uw assets nog dichterbij bekijken op de luchtfoto. En zoals u ziet is het ook zo dat de GeoTIFF ongecomprimeerd is een heel erg groot bestandsformaat waar helemaal geen kwaliteitsverlies op zit. Maar bijvoorbeeld een ECW, gecomprimeerde GeoTIFF en een taalcache, die lopen qua formaat helemaal niet veel uit elkaar.
En het is ook niet zo dat als u een cache op uw server wilt zetten, dat u dan veel meer storage moet hebben dan bijvoorbeeld het ontsluiten van ECW's. Mocht u hier nou meer over willen weten, dan hebben we ook een referentieverhaal gemaakt. Waarin te zien is, of te lezen is, hoe Waterschap Drenthe Overijsdelta werkt met de luchtfoto. En wat de ervaring is met het ontsluiten van de luchtfoto als een tiled cache. Daarnaast hebben we ook een artikel in het ESRI magazine, waarin meer staat over de achtergronden van het ontsluiten van luchtfoto's. En ook meer over de drie stappen die ik zojuist heb genoemd. Wilt u hiermee nou zelf aan de slag, dan hebben we ook alle stappen met alle tools en alle parameters die erbij horen precies opgeschreven in een how-to document. En dit document dat is te vinden op ArcGIS Online, maar aan het eind van het webinar zullen we ook een linkje of een mailtje nasturen met een linkje naar deze document, zodat u het daar ook kan vinden. Maar hierin staan alle stappen genoemd, zodat u eenvoudig aan de slag kan gaan. En het wordt ook geleverd met bijvoorbeeld tiling scheme bestanden op basis van Geonovum tiling scheme, die u kan gebruiken bij het maken van die tilecache. Nu is het zo dat veel organisaties die ontsluiten luchtfoto's, maar misschien is dit wel iets wat bovenop het andere werk komt en voelt u er niet voor om dit zelf te doen, dan kunnen we u ook hierin ontzorgen als u dat wenst. Want ja, we hebben vanuit onze contentomgeving natuurlijk veel infrastructuur beschikbaar en dat betekent dat we ook uw luchtfoto kunnen komen ophalen en u een kant-en-klare cache kunnen terugbrengen. En hiervoor hebben wij een aantal pakketten samengesteld. Dat is, ik heb het hier A, B en C genoemd, maar als u bijvoorbeeld afhankelijk van de grootte is er een bepaalde tijdsinspanning en dan krijgt u terug gecomprimeerde geotiffs, dus uw data in een handzaam en open formaat, mosaic dataset in een file geodatabase, een tilecache in RDNew 1/375 en een instructiedocument hoe u dit kan ontsluiten in ArcGIS per server of in ArcGIS Online. Dus mocht u niet zelf in staat zijn of niet de resources hebben om luchtfoto's te ontsluiten, dan is het ook een optie om dat wij daarbij ondersteunen. En wilt u een idee krijgen van hoe dat nou performt, een luchtfoto als tilecache, dan wil ik u aanraden om op ArcGIS Online te kijken. Daar staat de Cyclomedia luchtfoto en dat is ook een luchtfoto die wordt via ArcGIS Server als tilecache aangeboden. En dan kunt u zien hoe de performance daarvan is. We hebben gemerkt dat toen we hierover in gesprek kwamen met organisaties, we hebben in het verleden bijvoorbeeld bepaalde workflows gehad die met de huidige stand van technologie eigenlijk beter kunnen. En ik hoop dat het stappenplan en de informatie die we hebben gegeven in dit webinar u helpen om hier zonder zorgen mee aan de slag te gaan en om de luchtfoto's heel snel beschikbaar te hebben binnen uw organisatie op ook een heel erg goed performende manier. En mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u altijd een kijkje nemen op onze luchtfotopagina. En we zullen ook na afloop van dit webinar een mailtje sturen met de linkjes naar alle informatie over het stappenplan en ook het referentieverhaal, etc. Dan rest mij alleen om u hartelijk te bedanken voor deelname aan dit webinar. Nogmaals, ik hoop dat het voor u nuttig is geweest en dat het nieuwe inzicht heeft geboden. En ik zie graag uw luchtfoto's langskomen online.